En als je iets gaat openen, dan is het altijd de bedoeling dat je dan ook een wens uitspreekt. Of meer wensen misschien. En ik wens jullie, en al de kinderen die daarna jullie nog op deze school komen, wens ik heel veel plezierige en veilige uren spelen op de speeltuin. Abel neemt Emma stevig bij de hand. En zij lopen zo meteen door het schoolplein. Er komen ook nog lijnen op het schoolplein. Een lijn om aan te geven waar je kunt basketballen. En er komen ook twee trefbalveldjes, zodat je hem niet heen en weer zou vervaren onder het afdakje moeten gaan met trefbal. En waarom ben jij vandaag gekozen om de opening van het schoolplein te doen? Omdat ik gisteren jarig was. Hoe oud ben jij geworden? 11. Jij hebt ook een paar vriendinnetjes uitgezocht om bij jou te staan, hè? Wie zijn dat? Chelsea en Tessa. Ja. Wat vind jij van de Montessori school? Ja, wel leuk. Ja. En bevalt jou het schoolplein ook een beetje? Jawel, ja, wel. Wat vind jij het leukste aan het schoolplein? Een nieuw speelhuisje. Het nieuwe speelhuisje. En wat is er zo bijzonder aan dat speelhuisje? Ja, weet ik eigenlijk niet. Je vroeg dat hij gewoon nieuw is. Hij is vervangen. Nou, jullie mogen nog even het schoolplein op. Wat is er morgen? Omdat ik was jarig bijna. Ja, hé, je bent bijna jarig. En hoe oud word jij dan? 5. Zo, en weet je al wat voor een cadeautjes jij gaat krijgen? 6. En 6 cadeautjes? Oh, dat is nog een verrassing dus. En wat vind jij nou het mooiste op dit grote schoolplein? Het huisje. Het speelhuisje, ja. En jij dan, zusje Eline, hoe vind jij deze school? Net zoals mijn broertje. En jullie hebben vandaag feest. En waarom is hier vandaag feest? Omdat de nieuwe schoolplein na de verbouwing is geopend. En hoe vind je dat? Superleuk. Wat vind jij het allerleukst hier? De basketbalpaltje. Ja. En wat vind jij het leukst? De schommel en het klimrek. Hartstikke mooi, hè?